Top. Nou, tranen lopen boven mijn wangen, maar het viel mee. Hey, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Daisy en ik ben onderweg naar de manege in Blokker. Want daar is laatst een snelteststraat opgestart voor corona. En ik ben wel benieuwd hoe dat eraan toe gaat. Hoi, goedemiddag. Hoi, welkom bij onze teststraat. Dankjewel. Mag ik een vraag even voor u checken? Zeker. Bent u Daisy Bogman? Ja. En wat is de geboortedatum? 28/4/1996. Ja, klopt helemaal. Dan komt mijn collega bij je voor de test. Want ik ben nu in een commerciële teststraat. En wat is daar nou anders aan dan met een andere soort teststraat? Dat onderscheidt zich dat je veel eerder de uitslag hebt. Binnen een uur krijg je uitslag. Dus daarom kiezen ook mensen voor, want hier moet je natuurlijk wel ook betalen. Het is meer dan 100 euro voor zo'n test. Maar mensen nemen toch die beslissing om toch die test te gaan doen. Ja, dat klopt. En ook veel werkgevers die dat gewoon kan betalen. Want dan zijn ze hun mensen niet kwijt op kantoor, of waar ook maar. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb namelijk ook wel een beetje horrorverhalen gehoord over dit. Okay. Ik krijg tranen in je ogen, sommige mensen moeten even niezen. Maar ja, dat hoort er wel een beetje bij, maar pijnlijk hoeft het op zich niet te zijn. Nou, dan heb ik daar vertrouwen in, dus laten we het maar gewoon gaan doen. Oké. Okay. Oh, nou, top. Nou, tranen lopen boven mijn wangen, maar het viel mee. Dankjewel. Oké. Doei, doei. Doei. Wordt gebeld. Met Daisy. Met Jan van de Westfriese Teststraat. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Daisy, even de verificatie. Klopt het dat jij Daisy Bootsman bent en op 5/12 bij ons de test heeft afgenomen? Ja, klopt. Je testresultaat is negatief, dus je hebt op dit moment geen corona. Oh, wat een oplichting. Oh, heel fijn. Hey, maar dat is super, super snel, want ik was een half uur geleden ongeveer bij jullie in de teststraat. Ja, klopt. Want hoe kan dat zo snel? Want bijvoorbeeld een GGD-test, dat duurt volgens mij 48 uur ongeveer, voordat je daar uitslag van hebt. Ja, klopt. Er zit een heel ander proces achter en dat zijn geen sneltesten. Deze testen die geven het resultaat binnen een kwartier aan. Oh. En het zijn wel betrouwbare testen? Ja. Zeker. Nou, gelukkig. Deze testen die zijn goedgekeurd door de Duitse overheid. Die worden door de Duitse overheid gebruikt. Mm-hmm. En die zijn net zo accuraat als de gewone testen die hier in Nederland worden gebruikt. Nou, super. Dan ben ik opgelucht. Oké, heel fijn. Dan rest mij jou een goed weekend te wensen. Van hetzelfde. Geen corona. Toch echt wel een opluchting.